Seizoen 2 is er eindelijk, dames en heren. Kijk eens aan, we zitten hier in het menu schermpje van Fortnite Chapter 3, seizoen 2. Oh mijn god, wat heeft deze downtime lang geduurd. Ik was al vanaf vanochtend 7:30 wakker. Maar dames en heren, we kunnen eindelijk de servers in. En we kunnen dus eindelijk het nieuwe seizoen gaan spelen. Want zoals je kan zien, zijn we weer level 1. En in deze video, dames en heren, ga ik dus de Battle Pass voor jullie kopen. En ook aan jullie weggeven. Ik ga namelijk 10 mensen kans laten maken op de gratis Battle Pass. Dus blijf sowieso goed kijken om daar kans op te maken. Laat even een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer even op mijn kanaal. Want abonneren moet je sowieso gedaan hebben om natuurlijk kans te maken op die Battle Pass. En als je natuurlijk sowieso kans wil maken, gebruik dan eventjes in de Fortnite item shop mijn supporter creator code. Oh my god, is Chester. Het is dezelfde naam als mijn YouTube kanaal. Dus je moet sowieso geabonneerd zijn en mijn code gebruiken. En dan moet je verder eventjes deze video afkijken om de rest van de stappen te zien, dames en heren. We gaan dadelijk kijken naar de item shop. Maar wat we eerst gaan doen is de Battle Pass kopen. Want zoals je kan zien heb ik 16.350 V-Bucks. Dus ik ga op Get the Battle Pass klikken. Want jongens en meisjes, ik ga namelijk ook deze Battle Pass helemaal kopen. Ik ga hem helemaal kopen, dus ik klik op Buy Battle Pass. Dan doe ik Confirm at 25 levels. Die gaan we sowieso purchase op dit moment. En oh mijn god, dames en heren, wat heb ik zin in dit seizoen. Ik hoop jullie ook. Laat hem in de comments weten hoeveel zin jij hebt in dit nieuwe seizoen. En dan wie weet, ja, maak jij kans op een gratis Battle Pass. 10 mensen maken kans, dames en heren. Voor mij kan je hem niet giften. Of wel, je kan wel giften, gelukkig. Gift Battle Pass gaat rechts onder. Ik ben nu mijn Battle Pass aan het kopen. Als het wil lukken, zou dat super nice zijn. Dus Fortnite, kom op. Geef mij even die Battle Pass. Ja, we hebben hem, jongens. We hebben hem. Battle Pass unlocked. Alright, let's go. Hier zien we dus alle items. Next. Claim. Oké, krijgen we nu alle items te zien? Oh mijn god, oké. Ik heb dus 125 Battle Stars. Oh, je krijgt natuurlijk alleen maar die Battle Stars, inderdaad. Oké, wacht. We gaan dit even closen. Want ik ga niet laten zien hoe ik die Battle Stars krijg. Oh mijn god, moet ik dit nu de hele tijd doen? Oh mijn god, ik moet dit de hele tijd claimen, jongens. Wat is dit nou? Ik zit vast in dit schermpje. Oh ja, we zijn eruit. Gelukkig. Alright. Wij kunnen dus, als het goed is nu, met 130 van die sterren dus dingen kopen. Nou, wat ik dus ga doen, ik ga naar de Battle Pass. Zoals je kan zien, kan je hier dus allerlei dingen kopen. Nou, dan ga ik dat dus eventjes kopen. Claim al. Ik kan ze dus in één keer claimen, zoals je kan zien. Hartstikke idee. Dan gaan we zo meteen eens eventjes kijken wat er dus allemaal tussen zit. Oh mijn god, claiming rewards. Jongens, je kan echt merken dat ziek veel mensen op dit moment de Battle Pass aan het kopen zijn. Want het is echt super, super langzaam allemaal. Oké, ik ga het even allemaal closen, want hier gaan we dus zo meteen naar kijken. Alright, wat hebben we hier nog meer? Kan ik deze ook allemaal claimen? Ik kan dit ook allemaal in één keer claimen. Let's go. Oké, kijk eens aan. Dan doe ik gewoon op close. Kijk, dan gaan we even alles kopen. Kijk eens aan. Oh mijn god, 11.000 V-Bucks. Ik word eruit gegooid. Huh? Servers Fortnite are currently undergoing maintenance. Oh mijn god, dit meen je niet. No way. Ik ben bij jullie terug als ik dadelijk weer in de queue zit, dames en heren. Oh mijn god. Zo jongens en meisjes, 2 uur verder, maar daar zijn we weer. We zitten weer in de game. En ik heb dus alle Battle Pass dingen gekocht die ik moest kopen. Ik heb 416 sterretjes zoals je kan zien. Maar ik was helemaal vergeten de shoutout van vandaag te geven. De shoutout van vandaag gaat naar deze personen. Heel erg bedankt voor het abonneren op mijn kanaal. Dikke shoutout naar jullie. Wil je nou zo'n shoutout? Abonneer dan nu even op mijn kanaal natuurlijk. Maar eindelijk zitten we weer in de game, dames en heren. En ik kan dus nu alle rest van de pagina's gaan claimen om dus alles te hebben. Here we go. We gaan dus alle items claimen zoals je kan zien. Dan zijn wij tier 100. Dus here we go. Claim all rewards. En kijk eens aan. Alle rewards zijn hier geklimd. Oh mijn god, jongens en meisjes. We hebben de hele Battle Pass gekocht, zoals je kan zien. Dus ik ga deze even closen. En dan gaan we dus gewoon even kijken, jongens en meisjes. Want ik ga deze Battle Pass, dus ook zoals ik al zei, 10 keer weggeven aan jullie. Dus als je daar nou kans op wil maken, enige wat je dan eventjes moet doen, ik ga dat nu gewoon gelijk aan jullie vertellen, is eventjes een blauw duimpje omhoog achterlaten op deze video. Stap 2 is geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dat moet je sowieso gedaan hebben. Stap 3 moet je ook sowieso gedaan hebben. Dat is in de Fortnite item shop mijn supporter creator code OMAGA60 gebruikt hebben. Heb je dat gedaan, ben je gewoon een hele dikke legend. Maar zoals je kan zien, zijn wij dus tier 100, jongens en meisjes. We hebben de hele Battle Pass gekocht, zoals je kan zien. We hebben dus de Doctor Strange outfit hier zo aan. Kijk eens aan, ja ja, oh mijn god, daar ben ik hier hyped voor, jongens en meisjes. We hebben de hele Battle Pass dus unlocked, zoals je kan zien. Wauw, er zitten echt lijpe skins in deze Battle Pass. Anime skins, deze skin is hard, jongens. Oh mijn god, ik ga deze skin denk ik gelijk aanzetten zometeen. Deze skin ziet er zo hard uit, maar die skin verandert dus in deze skin. Moet je kijken. Oh mijn god.
Hoe lijp is dat, jongens en meisjes? Hoe lijp is dat? Hebben we dan ook nog een bonuspagina? We hebben zeker nog een bonuspagina. Ah, en die kan je dus unlocken door Omni Swords te unlocken. Oké, dan kan je dus verschillende soorten van die pickaxe unlocken, zoals je kan zien. Ziet er knijtervet uit. Verschillende sounds allemaal. Oké, dan hebben we hier nog de bonus rewards. Ah, dat zijn dus deze dingen. Oké, de bonus rewards zijn dus eigenlijk precies hetzelfde zoals vorig seizoen. Om de skins van dit seizoen dus een beetje te upgraden, zoals je kan zien. Nou, de pagina 3 is nog niet geladen, omdat je dan eerst dit allemaal moet unlocken. Oftewel, we moeten dus heel veel gaan spelen. Maar, laat ik dus eventjes de nieuwe Dr. Ja, Woo skin, hoe heet die? Ik weet nou niet eens hoe die heet, man. Ik weet niet eens hoe die guy heet. Waar staat dat? Nieuw. Kan ik dat ergens zien? Recent. Kijk eens aan. Deze willen we aanzetten. We gaan even alles weghalen. Deze zetten we aan Dr. Strange. Die was ik even helemaal vergeten, dames en heren. Het is natuurlijk Dr. Strange. Dan doen we natuurlijk even de pickaxe erbij. Of de backlink die erbij hoort. Dan gaan we de pickaxe erbij aanzetten. Oh mijn god, jongens en meisjes. Dit seizoen gaat zo hard worden. Ook met de tanks. Alles wat er in dit seizoen zit. Is echt niet normaal. Welke pickaxe hoort erbij? Ik denk deze. Dus we gaan gewoon de hele stijl goed aanzetten. Kijk eens aan. We hebben echt alles, dames en heren. Alles hebben we gewoon weer geunlocked. En jij kan dus kans maken op die Battle Pass, wat ik al zei. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is dus geabonneerd te zijn. En eventjes een blauw duimpje omhoog achter te laten. Kijk eens aan. We hebben hem hier gewoon aanstaan, jongens en meisjes. De Dr. Strange skin. We zijn gewoon bij level 100. Oh mijn god. Wauw, 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 dames en heren. Laat even weten in de comments wat jullie favoriete item is uit de item shop. En, of uit de item shop, uit de Battle Pass. Sowieso is mijn favoriete item deze skin, denk ik. Deze twee skins vind ik echt keihard, man. Vooral dat hij ook verandert. Hij verandert zo helemaal. Kijk dan. Boom. Hij is helemaal gewoon veranderd. Oh mijn god, jongens en meisjes. In ieder geval. Ja, kijk deze emote ook. Deze emote. Deze wil ik net al laten zien. Kijk dan. Kijk hoe hard dit is. Broer, dit ziet er zo keihard uit. Oh mijn god, jongens. Echt. Wauw. Dit seizoen gaan we weer knallen, dames en heren. Wil je daar nou niks van missen? Abonneer dan sowieso eventjes op mijn kanaal. Dat moet je sowieso wel eventjes gedaan hebben. Je moet sowieso even geabonneerd zijn. Je moet sowieso mijn supporter creator code in de Fortnite item shop eventjes ingevuld hebben. En jongens en meisjes, laat even in de comments weten dat jij dus alles gedaan hebt met jouw Epic Games Man erbij. Dan kan ik ook toevoegen. Nog iets, het bouwen is uitgezet zoals je kan zien. All battle, no building. Building has been wiped out. It's up to resistance to get back. Jump in with your squad and help the 7 uncover Imagined Order's nervous plan. Nou, ik ga hem gewoon op solo zetten. Wij gaan straks mijn allereerste potje spelen. Dus ja, in deze video heb ik de Battle Pass helemaal unlocked voor jullie. Ik heb hem voor jullie gekocht. Ook voor mezelf natuurlijk. En misschien nog wel het belangrijkste. Ik ga hem natuurlijk ook weggeven. Dus ja, zoals je kan zien, dit komt er ook nog allemaal aan in Fortnite. Ook uit de Marvel serie. Oh mijn god, jongens en meisjes. Dit seizoen gaat zo keihard worden. Ik heb nog 3800 V-Bucks op dit account. Ik heb nog genoeg V-Bucks om mijn tweede account te zetten. Om jullie allemaal te kunnen giften. Dus dames en heren, dit seizoen gaat super hype worden. Ik heb er zin in. Laat even een blauw duimpje omhoog achter als je het nog niet hebt gedaan. Check even een van deze twee video's aan deze kant. En dan hoop ik jullie morgen te gaan zien bij een nieuwe video. Dus tot dan, jongens. 6:30. Doei!